Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 30 hier in Rusland. Heb jij de vorige aflevering in Italië gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht door het i'tje. Klik daarop, natuurlijk die aflevering verschijnen. Het was een hele goede aflevering voor ons. En daarmee namen wij de leiding over in het coureursklassement van Sergio Perez en Max Verstappen. Maar daar knokken wij samen voor de wereldtitel. En is het op naar, ja, nummer 10 in seizoen 2 alweer. Hierna nog 6 rondes te gaan. En dat is het seizoen 2 er ook alweer op. Nieuwe sponsoren aan de auto toegevoegd. Dit is dus hoe het met de faciliteiten zit. Alle upgrades die er aankomen. Dus dat belooft nog wat. Heel erg moois te gaan worden voor de resterende ronden. Eerste dus in Italië, derde in Nederland, eerste in België. Dus tot nu toe een uitstekend seizoen en we klimmen meer richting dat vierde team. Kijk maar, pakken Perez en Verstappen in het klassement en zijn derde in de constructeurskampioenschap. En Massa doet ook hele goede dingen, want die eindigt steeds in de punten. Dat is heel goed, kijk maar. De afgelopen twee races in de top 10. En dat is goed om te zien. Hopen dat hij dat kan volhouden in Rusland. Het zou wel nice zijn als dat gaat gebeuren. Veel trofeeën tot nu toe gepakt in het seizoen. Dit is dus met de faciliteiten. We hebben wat geld bij elkaar gespaard. De upgrades die er aan zitten te komen. Eentje is helaas gefaald. Die kunnen we gewoon opnieuw gaan kopen. Jammer dat Rush, oftewel het haasten, niet beschikbaar is. Maar die upgrade komt er dus aan in de resterende race van het seizoen. Heel veel dingen komen er natuurlijk ook aan op de auto. Dus dat moet gewoon goed gaan. En dan zou ik zeggen, laten we lekker gaan beginnen voor de kwalificatie hier in Rusland. Ik verwacht een pole position, maar je weet het maar nooit. Daar gaan we dan. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de kwalificatie, maar dat begint niet goed. Waarom? We hebben een fout met... Wat is dat voor systeem? I don't know wat voor systeem het is, maar helaas moeten we geduld hebben. Een olielek hebben wij dus en dat duurt ongeveer 1,5 minuut om dat te clearen. Dus voorlopig zitten we even vast, letterlijk en figuurlijk. Maar goed, die tijd is zo weer om. Want kijk maar, we zijn gewoon op de baan. En gaan kijken wat het gaat worden hier in Rusland. Ik ben heel erg benieuwd namelijk. De topsnelheid zit er wel heel goed bij. Tweede bocht nemen wij heel erg goed. Apex mooi geraakt. En deze knik nemen we ook heel erg goed. Beetje op die sausage curb. Dat gaat ons wat tijd inleveren helaas. Komen we aan bij de laatste paar bochten. In onze eerste run in Q1. Beetje onderstuur op de exit. Ik heb daar heel erg last van op deze baan en in deze auto. Komen we bij de laatste bocht aan. Iets te wijd, maar dat is voorlopig een P2 op 16e van Perez. Dat blijft ook 16e op Perez. Massa knap door naar Q2 op een P10. 1,2 seconden van Sergio. Maar de Mexicaan lijkt bloedsnel. Yuki Tsunoda redt het niet. Aylet redt het niet. Russell redt het niet. Schumacher redt het niet. Latifi redt het niet. En Mazepin redt het niet. En wij met 1 setje soft. Zijn we aanbeland bij Q2. En nog ongeveer 3 minuten op de klok. We staan op een P16. Hebben nog geen tijd neergezet. Gaan nu een tijd neerzetten natuurlijk. Op de softband. Waarom? Ik heb gemerkt dat op de medium compound het hier gewoon niet te doen is. Dus helaas moeten wij deze keuze maken. Iedereen heeft zijn tijd op die softband neergezet trouwens. Paars in sector 2. Dat is goed om te zien.
Waar komen wij dan zo meteen te staan? Iets te veel op die curbstone. Stuit er wat van die curbstone af namelijk, maar dat is geen probleem. We moeten de auto gewoon onder controle hebben. Komen bij start-finish. En dat is een P1 met een 1.24.8. Dit keer zijn wij 16e sneller dan Perez. Op een P2 dus. Massa niet door. P12 voor de Braziliaan. Jammer maar helaas. We zijn aanbeland bij het laatste deel van de kwalificatie. We zijn er ook weer heel laat buiten gegaan voor onze eerste run. We zien onze enigste run in Q3. Nog 4 minuten op de klok. Norris naar P6. DRS geopend. Iets te wijd. En dat is een corner cutting waarschuwing die wij krijgen. Maar onze tijd wordt niet afgepakt. Dat is maar goed ook. De rest is allemaal naar buiten voor hun laatste run namelijk. Wij duiken zo meteen naar binnen. We doen maar één run. Waarom? Om een setje softbanden uit te sparen. En dat is de pole position met een 1.29.6. En jazeker, zijn 14e precies sneller dan Charles Leclerc. Ricciardo knap naar P3, Bottas 4, Sainz 5, Perez teleurstellend P6, Hamilton teleurstellend P7, Norris teleurstellend P8, Verstappen heel teleurstellend P9 en Gasly maakt de top 10 compleet. Wat betekent dat wij vandaag weer een uitstekende kans hebben om dat WK te uitbreiden. Kijk maar, dat verschil is 3 punten naar Perez en 5 punten naar Verstappen. Dus ik ben benieuwd voor de wedstrijd. Daar gaan we dan voor de grote prijs van Rusland voor Carrière, aflevering 30. Welcome along then to Sochi and the Russian Grand Prix. One of 8 cities in the world to play host to both the Olympics and a Formula One race. It's a Grand Prix that's proven difficult to crack for anyone beyond the first 2 rows of the grid in recent years. So let's see if that can change today. It's time to go racing then in the Sochi Autodrome, where the long run down to the heavy braking zone at turn 2 is one of 2 DRS zones around this 3.6-mile circuit. The other, of course, down into turn 13. 18 corners make up a lap here today, with an average speed somewhere in the region of 130 miles an hour. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position with Charles Leclerc alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Bottas, Sergio Perez, and Hamilton, Norris, Verstappen, Gasly, and Felipe Massa, Stroll, Ocon, Antonio Giovinazzi, and Sainz, Lundgaard, Tsunoda, George Russell, and Callum Ilott, Mick Schumacher, Fernando Alonso. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Mazepin and Nicholas Latifi. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Deze vorm moeten wij dus vast zien te houden. Soft medium is de strategie. Neem er extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor Carrière aflevering 30 van F2021. My Team Carrière moet verzetten op pole position hier voor de grote prijs van Rusland. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed van onze startplek. En we hebben al gelijk een gaatje getrokken naar Charles Leclerc. Dat gat is 2/10, maar dat is hij aan het dichtrijden, want hij heeft hier slipstream. Kijk naar die binnenkant. En ook Perez zit te kijken. Leclerc pakt daar een curbstone mee. En wij hebben een illegal overtake vanwege Charles Leclerc. Onterecht, maar goed. Daar kunnen we niks aan doen. Dus die P1 hoort nu bij Charles Leclerc. Maar we zitten heel dicht op de staart van de Monegasque. En vallen hem hier al gelijk terug aan die binnenkant. Laat remmen en dat is weer P1. Bottas heeft die plek veroverd van Sergio Perez voor P3.
Wijders aan de leiding. Ik weet niet waar Felipe Massa rijdt, maar hopelijk rijdt hij in de punten. Het zou mooi zijn als wij hier weer een dubbele puntfinish gaan halen. Leclerc kijkt. En hier bij dat lange rechte stuk. Wij hebben onze OVT-knop aangezet. En Leclerc kan niet aanvallen. Zit net te ver weg. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als Bottas de snelste raceronde zet met een 1.36.0. En Leclerc is er voorbij voor de leiding in de wedstrijd. Wij vallen hier weer terug aan die buitenkant. En dat is weer P1. Goed om te zien. Dan is het nu gewoon hopelijk wegrijden van de Monegask. Hij laat hem wel staan, maar goed, die P1 is weer van ons. En dat is goed om te zien. Bottas op P3. Als het zo eindigt, dan pakken wij meer punten dan Perez. En vergroten wij die voorsprong in het wereldkampioenschap. Remmels met een klein beetje. En Charles Leclerc zit er weer dicht op. Kijkt weer voor die P1 en is er voorbij. Leclerc heeft de leiding veroverd. Wij kunnen misschien terug aanvallen. Lukt net niet. En hier dan wel. Extra gas geven. Jazeker. En dat is weer P1. Bottas profiteert gelijk mee. Hij naar P2. Dus Leclerc 2 plekken verloren. Bij een aanval om 1 plek. Hier de herhaling van de start. In Rusland. Wij vertrokken gewoon goed van onze startplek. Die Red Bulls zijn telkens uitstekend weg. Massa was ook heel goed weg. Dat was goed om te zien. Het is daar gewoon 3 dik. Leclerc probeert het daar. Wij knijpen hem daar af. En dan vind ik vreemd dat hij hier geen waarschuwing krijgt voor corner cutting. Maar wij moeten die plek wel aan Leclerc weer teruggeven. Weet niet waarom, maar goed, so be it. En ook die Red Bull zit er maar heel dicht op hoor. En wij hebben hier zo'n betere exit bij die bocht dan Charles Leclerc. We kijken hier aan die binnenkant. En dat was weer de leiding veroverd in ronde nummer 1. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als Valtteri Bottas weer probeert te kijken bij ons voor P1. En hij valt aan. Valtteri valt aan. Is er voorbij? Jazeker. Hij duwt zich er gewoon langs. Maar we remmen wat later dan de Finn. En dat is nog steeds P1. Nog 23 rondes te gaan. Dus we moeten nog een poosje mee namelijk. En hopen dat we dit vol kunnen houden. Want dat zou betekenen dat wij meer richting die wereldtitel gaan. En dat zou heel vet zijn voor het team en voor mezelf. We zitten in ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als we een klein foutje maken. En Charles Leclerc zit er heel dicht op. Kijk naar die binnenkant. Is er voorbij. We moeten hier op de rem gaan staan. Maar proberen hier achterlangs terug te kruisen. Ik dacht dat we op de rem moesten staan. Maar dat moest dus niet. Leclerc vergaloppeerde zich bij die curbzone. En wij kruisten er mooi achterlangs. Dat is weer P1 in ronde nummer 5. You are in first position, front of the pack. Leclerc is behind you. They're on old softs. Pit window opens in 5 laps. Pit window open is in 5 ronde tijd. Leclerc rijdt op oude soft banden. En kan hier niet aanvallen. We galoppeerden hier ons wel een klein beetje, maar wij weten die auto mooi breed te houden. Ten opzichte van Charles Leclerc. En dat is goed om te zien. Hier weer een fout. Leclerc probeert het aan de buitenkant. Maar wij duwen hem daar compleet wijd. En Valtteri Bottas kan daar aanvallen voor P2. Terwijl ik een mooie voorschrik had. Sorry daarvoor. Maar Bottas dus niet naar P2 dus. We're leading our teammate by 2.5 seconds.
2,5 seconden is het gat naar Felipe Massa. Die rijdt in de punten. Hier dan een herhaling wat er gebeurde in ronde nummer 4. Wij knijpen daar Bottas af en hij probeert het hier gewoon aan die buitenkant. En hij wringt zich er gewoon langs. Maar dan remmen wij hier als laatste. En Bottas moet dit keer wel opgeven. Ronde nummer 7 is het. We nemen daar iets te veel curbstone. En Bottas is er voorbij voor de leiding in de wedstrijd. Ook Charles Leclerc, Lando Norris in één keer uit het niets kijkt voor P1. Maar wij hebben hier meer topsnelheid. Remmen als allerlaatste van die drie. Schieten een klein beetje door, maar dat is weer de leiding veroverd. Nog 20 rondes te gaan, dus dat duurt nog wel eventjes. Maar dit is een leuk gevecht voor de leiding in de wedstrijd en misschien ook wel de leiding in het coureurskampioenschap. De pitwindow bereiken wij. En Bottas zit te kijken. Kan hij ook aanvallen? Jazeker, kijk naar de buitenkant. Maar we remmen gewoon heel laat. Eigenlijk remmen wij gewoon op hetzelfde moment eigenlijk. En Norris naar P2 omdat wij Bottas hebben wijdgeduwd. Norris heeft ons ingehaald. En wij vallen hem hier terug aan die binnenkant. We galopperen ons daar elke keer weer. Maar die knik is dan hier wel voor ons. En zo behouden wij gewoon de leiding. In ronde nummer 8. Wat doet Lando Norris en Valtteri Bottas? Duiken die naar binnen? Ze gaan nog door. En wij dus ook. We zitten dus in ronde nummer 9. Norris kijkt. ICE heeft wat problemen. Wij blokkeren Lando Norris. Zit er wel aan die binnenkant. Maar dan hebben wij de betere lijn en houden wij die P1 vast. ICE heeft dus wat problemen. Hopelijk dat hij mee kan voor de rest van de wedstrijd. En misschien kunnen we hem in Singapore de volgende wedstrijd vervangen. Bottas en Norris knokken om P2. Rood in sector 1. 1,4 seconden langzamer, maar dat is geen probleem. Dat snelste resultaatpunt dat komt misschien ooit nog wel een keer naar ons toe. Terwijl er flink wordt geknald hier, maar goed. Ja, dat heb je nou eenmaal met vuurwerk. Bottas kijkt naar de buitenkant. Is er ook voorbij. Maar dan hebben wij hier de betere lijn en duwen de Finn gewoon compleet wijd in ronde nummer 10 alweer. Geen problemen met tire wear. Blijf op de banden letten, adviseert Jeff. En dat gat naar Bottas is inmiddels opgelopen tot 19e. Dus dat momentje heeft hem al 1,1 seconde gekost. Norris dus op het podium. Perez naar P4. Leclerc dit keer naar P5. Hier dus een herhaling wat er gebeurde met Lando Norris en mijzelf in ronde nummer 9 alweer. Ja, Norris keek daar naar de buitenkant, lukt niet. Dan hier naar die binnenkant kijken, dat lukt wel. Maar dan is die knik wel voor ons en dan is dat gewoon nog steeds de leiding veroverd. In de tussenrijd Norris nu op P3, waarom? Daar kwam Valtteri Bottas. En had hij gewoon veel meer snelheid. Ja, Norris geeft niet op hoor. Norris geeft niet op. Maar kan hier nergens naartoe. We gaan de pit window bereiken en de pitstops komen eraan. Perez naar binnen. Ik heb trouwens gekozen voor een nieuwe neus. Waarom? Ik heb per ongeluk een muurtje geraakt, maar die heb ik er niet in zitten. In de video zelf. Dus kijken hoe lang deze pitstop wordt. Duurt een hele tijd hoor. En gaan hier heel veel terrein verliezen. 9,9 seconden. Heel erg traag.
Jammer, maar helaas. En komen terug op een P18. En vanaf hier moeten wij ons terugknokken naar het podium. Russell zit aan die buitenkant, maar dan hebben wij hier meer topsnelheid. En dat is nog steeds P18. Gele vlag. Er is iets gebeurd. En Ocon valt daar in één keer stil. En ik zag hem aan de linkerkant rijden. Ocon 0 punten. Lando Norris rijdt gewoon nog. En daar de bevestiging. Ocon uitgevallen in de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 13. Op P17. Voor ons Fernando Alonso in zijn Alpine. Die kennen we van Italië. En daar vallen wij de Spanjaard aan. Ook Yuki Tsunoda kunnen we gelijk aanvallen. En dat lukt. Want Yuki is wat voorzichtig. Dan is het op naar Lance Stroll voor P14. En daar is hij al gezien. En is het nu op naar Charles Leclerc voor P13. Zo vinken wij ze allemaal af. Bottas zet de snelste tijd neer met een 1.34.7. De beide Williamsen moeten nog naar binnen. Dat zijn Latifi en Lundgaard. Sorry, dat zeg ik verkeerd. Maar Charles Leclerc is inmiddels wel veroverd. En daar is ook Giovinazzi gezien aan de buitenkant. Dat is goed om te zien. Die beide Williamsen zijn namelijk Eilert en Lundgaard. Want Latifi en Russell rijden voor Alfa Romeo. P12 op dit moment paars in sector 1. Daar is Verstappen dan al gezien aan die binnenkant. En Gasly en Massa, mijn teamgenoot, hebben die met elkaar aan de stok. We kruisen mooi achterlangs bij Gasly. Vallen ook gelijk Felipe Massa aan die binnenkant. Gele vlag. Er is iets gebeurd. Maar het is wel P9 voor ons. Perez nu met de snelste raceronde. 1.33.9 volgens mij. En wij 1.34.2. Volgens mij is een Alfa Romeo coureur gespind. Dat is volgens mij Nicolas Latifi. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Als we daar Carlos Sainz hebben. Paars in sector 1. DRS geopend. Overtakeknop aangezet. En we kijken mooi naar de buitenkant. En Sainz is gezien. En dat is P8. Paars in sector 2. De volgende heet dan Lewis Hamilton. Dat gat is 1,7 seconden, 1,6 seconden. En dat gat kunnen we alleen maar dichtrijden. Waarom? We hebben de snellere auto. En we hebben de versere banden. Denk ik. Ga gewoon als een warm mes door de boter heen. En dat is de snelste raceronde met een 1.31.8. Ronde nummer 16. Hebben hier DRS en overtakeknop van Lewis Hamilton. Vallen daar aan en dat is P7. We groeperen ons daar weer bijna en Hamilton kan terugkomen. Maar dan is die knik mooi voor ons. En dit keer is het officieel P7 op naar Lando Norris. En die kennen wij. We snijden als een warm mes door de boter. Op tweede kerstdag. Rood in sector 1, 2 en 3. Maar dat geeft niks. Overtakeknop ingeschakeld. DRS opengezet. Norris is het haasje. Valt daar heel ruw aan die binnenkant. We schieten gewoon door. Over die curbstone. En Norris pakt hem terug. We nemen hier een kortere lijn. Lukt dat? Dan zetten we hem hier brutaal ernaast. Weer over die curbstone. Weer een momentje. Air, maar goed, die plek is wel van ons. P5. Een ruw gevecht voor die positie. Dit keer naar Daniel Ricciardo, de king of late bombs. En nu wordt de late bomber, sorry, de late breaking, wel laat geremd. Dat zeg ik niet goed, maar goed. Die plek is tenminste wel van ons. We rijden op een podium, P3. Op naar Valtteri Bottas voor P2. Er wordt hier vol op vuurwerk afgeknald. Maar goed, dat is niet mijn probleem. Perez aan de leiding. Bottas op P2. Wij dus naar een P3. Met als snelste racepunt in de ronde nummer 19.
Er zijn nog... Wat is het? Ik weet niet hoeveel rondes het nog gaat. Terwijl we daar Bottas aan aanvallen. Ruw aan die binnenkant. We kwamen van heel ver. En dat is P2. Op naar Sergio Perez. Dit gebeurde er in ronde nummer 17. Met Norris en mijzelf. Wij hebben daar gewoon een momentje. Airborne. En Norris pakt ons daar mooi terug. Dan nemen wij hier een kortere lijn. En vallen hem hier weer aan. Weer een momentje. Airborne. Maar goed, die plek is nu wel van ons. En Norris wordt gelijk ingehaald door Lewis Hamilton. Ronde nummer 20. En daar is dan ook Perez gezien aan die binnenkant. Lukt dat? Jazeker dat lukt. Die knik is wel voor ons. En dat is de leiding veroverd met nog 7 rondes te gaan. We hebben dat snelste racerondepunt in handen. Dus dat zou de volle buit betekenen hier in Rusland. En verdere stappen richting die eerste wereldtitel. Dat zou heel vet zijn. Massa rijdt ook volgens mij in de punten. Hij rijdt op een P7. Weer dubbele punten dus voor het team. En nog 6 rondes te gaan. Perez zit nu wel in die DRS-zone. Gaat ook kijken. Ik zie hem dichter en dichter komen. Maar komt daar wat net te kort. Hier dan die lange doordraaien naar links. Perez kan alleen maar kijken. Maken een klein foutje en Perez ziet dat. Hij valt ons terug aan. Maar wij remmen hier heel laat. Laat elkaar leven. Een mooi gevecht voor de leiding in de wedstrijd. Wie remt er als laatste? Perez helaas dit keer. En wij moeten ons gewonnen geven voorlopig. Maar vallen kunnen hier misschien al terug aanvallen. Nee, want er was geen ruimte. Dan zometeen bij de DRS-zone. Terug aanvallen bij de Mexicaan. Voor de leiding in de wedstrijd. DRS opengezet. En we rijden er gewoon heel mooi voorbij. Raken per ongeluk Perez, maar geen schade aan de voorvleugel. We proberen ons hier alweer bij die chicane, maar deze knik is dan wel voor ons. En dat is de leiding veroverd met nog 6 rondes te gaan. We moeten dit nu alleen maar volhouden. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Nog steeds Sergio Perez rijdt achter ons en kan misschien nog aanvallen voor de leiding. Kan het feestje verstoren voor ons. Hij zit in de slipstream. Maar kan er niet langs. We houden de auto zo breed mogelijk. En Perez raakt onze achterkant. Raakt onze achtervleugel. En heeft voorvleugelschade. Maar dat interesseert ons helemaal niks. Wij pakken hier de volle buit in Rusland. Nemen verdere stappen richting die eerste wereldtitel. Lopen uit van Perez. En Verstappen in het WK. De geblokte vlag is voor ons. Wij winnen dus de grootprijs van Rusland en gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd in Japan. Superb driving. That's the race win. So after a day of mixed fortunes up and down the field, we bring today's race to a close. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Let's review the
Hierbij dan dus de uitslag. 5 minuten is de wedstrijd. Pakken ook dus als regelpunt. Perez naar P2. Ricciardo naar P3. Sainz krijgt driver of the day. Massa knap naar de punten voor het team. Verstappen teleurstellend naar P8. Giovinazzi pakt een punt voor Aston Martin. Dat is goed om te zien. Leclerc naar P9. Be sure to join us again as we continue. Alonso en Russell stellen teleur. Ook Bottas stelt teleur. En wij 11 punten voorsprong op Perez. En hebben de overwinning clear van Max. 27 punten. En Red Bull, ja, dat kunnen we niet meer achterhalen. 98 punten is gewoon groot. We focussen gewoon op het wereldkampioenschap bij de coureurs. Dat ligt nu in onze handen. En dat moeten we ook zo volhouden. Maar goed. Deze video zit er alweer op, mensen. Ik ga hem namelijk afronden. Heb je genoten van deze video? Beloon dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook een like belletje aan als je een enkele video meer van me mist. Like als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. Mijn gebruik dan in de beschrijving. Geniet nog van de kerst. Het is vandaag tweede kerstdag. Dus ja, nog steeds vrolijk kerstfeest. Maak er nog steeds wat moois van. En ja, dan zou ik zeggen, tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Singapore.